Lisa, je hebt me zo ontroerd met die twee stukken. Hoe voelt het om live te spelen in een weliswaar lege zaal, maar toch? Ja, heel. Op het moment dat je er even bij stilstaat, dat dit dus nu even een zeldzaamheid is om weer op een podium te staan, is dat ook voor mij heel ontroerend. Ik heb mijn laatste concert begin maart gespeeld. En ik had er tussen dat moment en nu 18 nog moeten spelen. Dus ja, het is dan weer heel erg fijn om op een podium te staan. En nu in een lege zaal met een paar mensen. En alleen al dat je voor een paar mensen speelt. Dat... Is dat ook de essentie van je muziek? Ja, om... We doen dit omdat we heel erg van... Oké, ik zal voor mezelf spreken, maar ik denk dat ik voor heel veel muzici spreek. Je houdt van muziek en dat wil je heel graag overgeven, doorgeven. En dat kan natuurlijk in een opname. Maar de uitwisseling die je krijgt, de energie die je terugkrijgt van een publiek, de luisterende, de stilte, de aandacht, dat is wat het zo bijzonder maakt. En waarin het dus even bestaat. Dit is een opname die dan ja, voor eeuwig bij wijze van spreken even er blijft staan. Maar de magie van in de zaal als het vervliegt. Maar het is er echt geweest, maar je kan het helemaal niet vastgrijpen. Dat is het mooiste wat er is. En ja, dat is dat er nu niet is. Een soort magie, een ongrijpbaarheid die het zo bijzonder maakt. Ja, precies. Je speelde Bach, maar je speelde ook Isaïe. Mm-hmm. Vertel daar eens wat over. Nou, Isaïe was een grote vioolvirtuoos, Belgisch vioolvirtuoos. Grote componisten hebben ook voor hem geschreven. De beroemde vioolsonate van César Franck is voor hem geschreven. De grote werken van Chausson zijn voor hem geschreven. Hij was echt een icoon. Hij is ook de oprichter van het beroemde nu Koningin Elisabeth Concours in Brussel. Maar hij was dus ook geweldig componist.
En het is niet vreemd dat hij als groot vioolvirtuoos dus ook voor de viool en voor viool solo schreef. En ik speelde de tweede vioolsonate uit een cyclus van 6. En hij heeft 6 sonates geschreven, elk ook weer opgedragen aan een groot violist collega uit zijn tijd. Mm-hmm. Deze sonate is opgedragen aan Jacques Thibault, de Franse violist. En het is ook niet toevallig dat het 6 zijn, want dat is ook het aantal van de 6 solosonates en partitas van Bach. Dus het is tegelijkertijd ook ergens een beetje een ode aan dat ultieme werk voor viool solo. Of de magnum opus voor viool solo. En in deze specifieke sonate gaat hij nog een stapje verder. En dan gebruikt hij ook werkelijk een klein citaat telkens weer van Bach. Van dezelfde Bach die ik daarvoor speelde. De E-groot partita. En de eerste deel heet dan ook Obsession. Met die kleine Bach-deeltjes. Maar dat is niet het enige waar hij de obsessie mee heeft. Door het hele stuk heen hoor je het Dies Irae-thema. Dus dat is ook, dat geeft iets wat angstaanjagende sfeer ook mee. Soms vreedzaam eigenlijk, kan ook heel mooi zijn. Maar er zit iets duisters ook onder. En het is echt repertoire geschreven voor de viool, maar het is echt de grootse muziek tegelijkertijd. Zou jij zelf willen componeren? Doe je dat wel eens? Nee, ik heb daar echt helaas totaal geen aanleg voor. Ik voel mij heel goed als recreëerder. Dat is, ik recreëer wat een groot meester voor mij heeft gedaan. En dat is ook een kunst, maar niet te vergelijken met het grote kunst van het echte creëren. Je bent niet alleen het befaamde, internationaal befaamde violiste, maar je bent ook artistiek leider van een geweldig festival, het Delft Chamber Festival. Hoe nu verder? Dat gaat niet door. Dat gaat niet door. Nee, dat is heel, heel verdrietig. Het zou ook namelijk mijn laatste zomer zijn geweest. Oh. Dus we hebben zo lang mogelijk gewacht om die beslissing te nemen. Maar er is te veel onduidelijkheid. En ook in de 1,5 meter samenleving. Ja, dan heb je een derde van je publiek misschien. En zeker het festival staat al helemaal bij de atmosfeer eigenlijk die er ontstaat. Dus wat ik net zei, sowieso is het extreem belangrijk, die interactie met je publiek. En in zo'n festivalsfeer doe je het allemaal 10 dagen lang helemaal samen, muzici en publiek. En dat kan nu gewoon niet. En je hebt natuurlijk veel contact met performers. Je hebt echt een dubbele pet dan, hè? Ik heb een soort driedubbele pet. Je bent je programmeert, je bent violist. Ik speel tijdens het festival zelf ook altijd heel veel. Ik ben gastvrouw naar mijn muzici en naar mijn publiek toe. Dus je neemt iedereen mee in je verhaal. En dat is prachtig. Heel intens en intensief om te doen. Dat kan ook heel vermoeiend zijn. Maar je krijgt er ongelooflijk veel voor terug. En met bloedend hart dat we dat dus niet kunnen meemaken dit jaar. Maar ja, we zijn niet de enige om ons heen. We hebben bijna alle festivals tot nu toe al de deuren gesloten en de zalen natuurlijk sowieso. Dus het is allemaal heel, heel onwerkelijk. Het is sowieso een onwerkelijke tijd. Ik las vanochtend in The Guardian dat de English National Opera, die zijn van plan om drive-in operas te doen. Mm. Dus bij Alexander Palace, daar is een heel groot terrein. En daar zou je 300 auto's neer kunnen zetten. Zegt dat er 4 mensen per auto in kunnen, maar ook mensen met fietsen. Zie jij daar wat in? Zou dat iets zijn voor in Delft bijvoorbeeld? Ja, kijk, bij opera ik denk, we moeten allemaal op zoek naar oplossingen. Maar er niks gaat het dat gevoel in een zaal, in een ruimte waar je dus die uitwisseling hebt, dat gaat niks vervangen, zeg maar. Dus daar moeten we duidelijk over zijn. Het is geweldig dat er creatieve manieren komen om toch iets te kunnen doen. Dan maar met minder publiek. Maar dat is dan weer natuurlijk ook weer financieel voor al die instanties niet rendabel.
we moeten op zoek, maar we moeten ook heel bewust zijn van dit vervangt het niet. Dat gaat gewoon niet, helaas. Nee, je denkt ook dat opera meer geschikt is voor zoiets, omdat het zo'n spektakel is misschien? Ja, omdat het natuurlijk toch een plaatje is waar je naar kijkt, als het ware. Ja. En dat komt wel natuurlijk over het podium heen. Maar daarom werken bijvoorbeeld de uitzendingen uit de Met Opera, die je in de bioscoop kan kijken, ook zo goed. Fantastisch. Omdat dat je dan zo dichtbij kan komen. Dat is opreizende daarin net iets geschikter, denk ik, dan zeker een kamermuziekconcert. Ja, we moeten ook nog maar kijken hoe het is. Alle zalen die nu livestreamen, dus niet zoals dit, maar oude concerten en voorstellingen livestreamen, die zijn natuurlijk gemaakt met publiek. Die zijn zo geweldig, ook door die atmosfeer. Want elke muzikus zal je vertellen, ja, er komt meer spanning bij kijken als het publiek is. Maar dat is ook de mooie spanning. De verhoogde de wakkerheid die je dan krijgt. De verhoogde sensitiviteit die je dan krijgt. Ja, een soort opwinding. Precies. Ja. En dat is bijna niet, eigenlijk bijna wel tastbare, broeierige aan zo'n energie. En op het moment dat je dus gaat streamen vanuit een lege zaal, bij wijze van spreken, ik weet niet of je dat helemaal, ik heb mijn best gedaan, laat ik het zo zeggen. Maar of je dat, is toch niet hetzelfde. Ja, en ook of het publiek het volhoudt. Ja. Het begint al, weet je, iedereen doet dit nu. En houdt het publiek, blijven ze kijken? Dat is de vraag. Nou ja, ik denk dat het ook ontzettend goed is. Mooi is dat het gemis gevoeld gaat worden. Dat mensen weten, daarom ga ik zo graag naar het theater, naar de concertzaal. Want daar gebeurt iets wat ik ergens anders echt niet kan beleven. Of beleven kan krijgen. Want het is een soort adem. Adem die je nodig hebt, ja. Zien jouw dagen er heel erg anders uit? Of studeer je nog? Of? Nou ja, nu moest ik wel weer gaan studeren. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de eerste dagen ik nog niet zoveel deed. Eerste weken zelfs. Ik kwam uit een hele intense periode. Moest eigenlijk dus nog heel veel concerten spelen. Maar kon daardoor even uitrusten. Is ook soms wel fijn. En heb dat geprobeerd de tijd op die manier te benutten. Maar op een gegeven moment wil je wel heel graag ook weer met doelen bezig zijn. Dus ik ben dankbaar dat ik zoiets kan doen. Omdat je ergens naartoe werkt. En dat is toch, en ook iets dus uit kan zenden. Want zo zijn we gewoon ingesteld. We zenden iets uit. Maar mijn dagen zijn natuurlijk een stuk rustiger. Ja. Maar je studeert wel? Ik studeer wel, ja. Ik hoor van heel veel muzikanten dat ze het in het begin wel relaxed vonden. Maar dat de honeymoon nu wel over is. Absoluut. En dat iedereen een soort ongelooflijk onrustig aan het worden is. Nou, het was natuurlijk ook dat er zoveel onduidelijkheid was lange tijd. En we hebben het over Nederland, maar internationaal hetzelfde. Dus ik lees en zie via vrienden of nieuwsberichten ook wereldwijd wat er gebeurt. En alles hangt. En dan komt er weer even een berichtje dat er in Oostenrijk wel al gerepeteerd gaat worden in juni. Nou, iedereen zit daar bovenop van, hé, maar hoe gaan ze dat dan doen? Maar concerten mogen niet. En ik voelde ook een lichte jaloezie bijna. Dat ik dacht, zij mogen weer. En ik begrijp natuurlijk ten volste de afwegingen van de regering. Het is ongelooflijk moeilijk. Maar puur financieel, instanties, mensen, individuen, die gaan dit natuurlijk niet volhouden. Gewoon puur financieel alleen al. Als het nou voorbij is, waar kijk jij dan? Want het gaat over, op een dag is het voorbij. Please, God. Waar kijk jij dan het meest naar uit? Naar live spelen? Live spelen, met collega's repeteren. Ik had het geluk deze week dat ik even iets mocht doen met een pianist. Dat kan je natuurlijk ook goed afstand houden. En dat was al zo'n, voelden we natuurlijk zo vertrouwd. Want ja, dat is heel normaal. En als je er even bij stilstaat, dan realiseer je van, hoe fijn is dit weer. Maar ik zou het dus ontzettend op verheugen om weer met collega's kamermuziek te gaan spelen. Dat je met veel mensen in een ruimte bent.
dat ik mijn familie en vrienden kan omarmen. Dat zal iedereen wel hebben. Dat voelt natuurlijk heel vreemd dat dat niet kan. Maar vooral dan met die vrienden dat podium opgaan. En het publiek voelen. Ja. En, ja. Oh, ik hoop zo dat je snel terugkomt. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek en voor echt wonderschone muziek. Dankjewel. Hartelijk dank. Dankjewel.